Nadat in Veghel de kolonne van operatie Market Garden binnenreed, werd op het Stadhuisplein een bevrijdingsfeest gehouden. Veteranen en de vele toeschouwers zagen optredens van Phoenix Cultuur, muziekvereniging Frisselstein en de Star Sisters. Een uurtje later dan gepland trok de kolonne in het centrum van Veghel voorbij. De toeschouwers hadden het lange wachten ervoor over. Heel lang, we staan hier al van 1:15. Maar het is de moeite waard, toch? Dan hebt u wel het hele programma gezien. Absoluut, ja. Ja, ja, het was allemaal perfect geregeld. Ik vind het prachtig. Het is echt indrukwekkend om te zien. En ja, het ziet er gewoon allemaal prachtig uit. We hebben het gelukkig het weer mee. En het ziet er, ja, ik ben helemaal perplex. Hoe is het om mee te rijden? Schitterend. Schitterend. Zoveel mensen. Overal druk onderweg. Overal druk. Gigantisch. We doen gewoon net alsof dat het toen was. Dus we zijn zo blij dat ze er zijn. En dan moet je lekker toejuichen. Ze zitten al de hele dag in die auto, hè? Dan moeten ze even... Hey, woe! Staat druk te fotograferen, maar het is allemaal mooi spul, hè? Ja, het staat allemaal mooi opgesteld. En we hebben nog een pechgeval hier tegenover ons. Die, dus ze komen allemaal heel dichtbij. Ja, ja, ze rijden nog net niet over de tenen. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het prachtig om te zien. Ja, we moesten even een uurtje langer wachten als gepland, maar al met al moeten we even aan de kant en u ook. Want anders rijden ze ook bij u over de tenen. Zelf in militaire dienst geweest? Nee, dat niet. Nee, daar was ik net... Net te jong voor toen de tijd. Toen was het alweer, toen werd het alweer afgeschaft. De kolonne reed vervolgens naar het basecamp bij de Vlagheide in Eerde, waar het tot 22 september overdag voor het publiek geopend is.